Goeiedag, deze vragen zijn voor lekker genieten. Hoe dat het met mij gaat, wordt er gevraagd. Ja, in de gegeven omstandigheden, dat wil zeggen, ik weet niet of jullie dat weten, maar ik ben 82 jaar, of ik word 82 jaar, naar gelang deze uitzending, namelijk op 18 augustus, of ik werd dus 82 jaar, en dat is niet niks, hè. Dus alles gaat zo wat achteruit, maar... Het valt nog wel best mee bij mij. En vooral in mijn kopje valt het nog wel best mee. Dank u wel. Tweede vraag. Wat ik het meest gemist heb in de lockdown. Ja, dat is echt toch wel mijn werk. Ik oefen namelijk een beroep uit en dat is acteur. Dat eigenlijk niet meer bestaat nu. Men is erin geslaagd dat zodanig te verzwijgen. Men is erin geslaagd van alle zalen te sluiten. Wij bestaan niet meer. Ik doe al 62 jaar dat beroep en ik ben nu gewoon onbestaande. Dus wat heb ik het meeste gewist? Dat zal toch wel mijn werk en mijn vrienden zijn. Derde vraag. Hoe lang heb je jouw vrienden en familie moeten missen? Ja, ik mis dus nu mijn vrienden en vooral mijn medewerkers, mijn collega's. Die mis ik nu al van sinds begin maart. Dan heb ik mijn laatste voorstelling gespeeld. Met het Elkelijk Theater. Op reis was het dan nog. En dat was dus onbewust dat dat mijn laatste voorstelling is. Want in mijn leven zou dat ook wel eens mijn allerlaatste kunnen geweest zijn. Ik hoop van niet. Maar dat was dus begin maart. Sinds begin maart mis ik mijn vrienden. En ja, zeg maar ook met weinige familie dat ik heb. Ik heb eigenlijk met niemand nog contact. Buiten met mijn vrouwtje natuurlijk. Vierde vraag. Wat vind je van onze regering? Wat ik van onze regering vind? Ja, dat is al een lachwekkend punt. Want te zeggen dat dat een regering is. Een allegaartje van goed en vet betaalde mensen. Die ieder hun idee hebben om de pandemie aan te nemen. Aan te vallen zal ik zeggen. Waardoor dat wij voor een allegaartje van maatregelen komen te staan, waar niemand nog aan uit kan. De een is beweert dit, de ander beweert dat. En het is een echte soep. Ik vind het een schandalige regering. En het is ook geen regering, niet door ons gekozen. Het is zowat, zoals ik in het begin al zei, een allegaartje van een soort mensen waar ik absoluut geen feeling mee heb. Voilà. Vijfde vraag, zijn er in de dingen in het leven waar jullie nog meer kan van genieten? Ja, waar ik in deze lockdown of in deze halve lockdown of in deze coronatijd het meest kan van genieten, is gewoon voor de tv zitten, rustig zijn, kalm zijn, er hoeft niks, ik moet niks, ik moet geen teksten leren, mijn hoofd blijft dus volkomen vrij en ik kan rustig kijken naar programma's. En dat is, zou je een pluspunt kunnen noemen, maar dat vind ik nu wel geen pluspunt, maar toch. Zesde vraag. Mogen we jou nog op de planken verwachten? Ja, langs alle kanten wordt er aan mij gevraagd of ik nog ga spelen. Ik ben acteur en ik zou niet liever doen dan nog spelen. En ik hoop echt uit de grond van mijn hart, er was sprake van een vierde Onkel Jeff stuk. Ik hoop echt dat dat nog voor elkaar komt, maar ik zie niet in wanneer. Want zoals de zaken er nu voor staan, gaan we dit jaar al zeker niks meer doen. Hoe zit het volgend jaar? Dat is gewoon afwachten, daar weten we niks van. Enfin, mijn antwoord is, ja, ik hoop nog ooit op de planken terecht te komen. Zevende vraag. Wat zou je nog willen zeggen tegen onze mensen? Lieve mensen, wat kan ik tegen u zeggen? Ik kan niet meer spelen voor jullie. Ik kan jullie niet meer entertainen. Godverdomde miljarden, maar dat weegt wel. Ik hoop, hè, lieve mensen, dat we elkaar nog eens terug ontmoeten. En dan wel in het theater. Dank u wel.